We gaan verder met Nova over leiders van vandaag en morgen. Het rommelt binnen de gelederen van D66 sinds twee prominente partijleden hebben gezegd dat ze fractievoorzitter Wolfensperger niet als toekomstige lijsttrekker willen, is de discussie over het leiderschap opnieuw losgebarsten. De aartsvader van D66, Hans van Mierlo, probeert het rumoer een beetje te sussen. Het moet afgelopen zijn met al dat gespeculeer over zijn opvolging, zegt hij. En een echte kroonprins is er dus niet. Naar aanleiding van al die onrust binnen D66 heeft Nova laten onderzoeken wie de Nederlandse kiezer vandaag het liefst als lijsttrekker van D66 zou zien. Op de vraag of Hans van Mierlo lijsttrekker moet worden, vindt 40% van de ondervraagden van wel. Volgens 21% moet er een ander komen en 39% heeft geen mening. De ondervraagden die van Mierlo als lijsttrekker willen, hebben als tweede voorkeur Wolfensperger in plaats van een van de andere drie kandidaten. Aan de mensen die niet voor van Mierlo kozen, vroegen we wie dan wel het lijsttrekkerschap op zich zou moeten nemen. 20% van de ondervraagden vindt dat Hans Weijers dan het roer moet overnemen. Gevolgd door Gerrit-Jan Wolfensperger met 17%. En daarna komt minister van Justitie Zorgdrager met 14%. En als laatste minister Borst van Volksgezondheid met 11%. En 39% van de ondervraagden kan geen keuze maken of weet het gewoon niet. Deze gegevens gelden voor kiezers van alle partijen. Van de D66-stemmers zijn die cijfers nog sterker. U ziet het, 40% is voor Weijers, 21% voor Zorgdrager, 20% vindt dat Wolfensperger het moet worden en 6% is voor mevrouw Borst. D66, een partij zonder kroonprins. Een partij die in november 30 jaar bestaat. En een partij die in al die jaren maar twee echte leiders heeft gekend. Het was 30 april van het vorig jaar. Nederland had een vrije dag. Ergens in Amsterdam waren we met z'n elfen bijeen. We waren ongerust over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. En u zult hier op 5 februari komen met al die handtekeningen en al die nieuwe leden. En u wilt mij dan nog als uw lijsttrekker kiezen. Dan ben ik ervan overtuigd dat D66 Nederland zeer verrast gaat doen staan bij de volgende verkiezingen. Slechts twee lijsttrekkers in 30 jaar tijd. Bij D66 zijn ze zuinig op de gezichten van de partij. Eigenlijk gaat iedereen er automatisch vanuit dat Hans van Mierlo bij de volgende verkiezingen opnieuw de lijst zal aanvoeren. Maar sinds hij op Buitenlandse Zaken zit, is er veel kritiek op hem. Hij zou onduidelijk overkomen en zijn huiswerk niet altijd even goed doen. Bovendien is van Mierlo altijd op reis, waardoor hij niet meer zo nauw betrokken is bij D66 als vroeger. Eerder vanavond sprak ik met Hans van Mierlo, die bij de opening was van het nieuwe Ajax-stadion in Amsterdam. Uit de enquête blijkt dat hij nog steeds veruit favoriet is als lijsttrekker van D66. En daarom vroeg ik hem of hij bij de volgende verkiezingen de partij ook inderdaad weer gaat leiden. Ik weet over een jaar, wanneer het er toe doet, dan weet ik of ik ook de meest geschikte ben. En ook of ik er zelf voldoende zin in heb en of de partij er voldoende zin in heeft. En dat weet ik niet nu. Het gaat natuurlijk om de kiezers. En de kiezers, dat blijkt uit onze enquête, die vinden dat u het moet doen. Stel nou even, uw gezondheid is nog net zo goed als nu. Zou u dan er één reden weten om het niet te doen? Nou, bijvoorbeeld als ik in het oordeel van mijn partijgenoten niet meer zo goed zou zijn. Of als ik het gevoel heb dat mijn tijd gekomen is om althans politiek gezien heen te gaan, dan doe ik het niet. Maar ik kan niet overzien of ik dat dan straks zal vinden. Ik begrijp niet waarom u daar zo wankelmoedig in bent, want u heeft toch ontzettend lang die partij met veel succes naar goede verkiezingen geleid. Waarom zou het nu anders zijn? Toch niet omdat er kritisch over u wordt geschreven als minister van Buitenlandse Zaken? Nee, niet daarom. Maar je moet tegen de tijd dat je zo'n belangrijke verantwoordelijkheid op die leeftijd ook op je neemt, dan moet je het gevoel hebben dat je zowel van je partij als van de mensen het volle vertrouwen hebt. En ik vind het heel prettig om te weten dat dat nu zo oppervlakkig gezien aanwezig blijkt te zijn. Maar dat weet ik absoluut niet of dat over een jaar ook nog zo is. En ook weet ik niet of ik het dan ook het gevoel heb dat ik met dit werk moet doorgaan. Ik acht het helemaal niet uitgesloten dat ik dat doe, maar ik heb vooral erover willen praten omdat er naar mijn gevoel een ongezonde discussie ging ontstaan doordat partijgenoten en niet de onbelangrijkste ineens een oordeel gingen geven over
de gewenstheid van het lijsttrekkerschap, wie mijn opvolger moest worden, terwijl mijn opvolging op dit moment nog niet aan de orde is. De kritiek op uw functioneren als minister van Buitenlandse Zaken, denkt u dat die een partijpolitieke lading heeft? Dat die de bedoeling heeft om u als potentiële lijsttrekker of partijleider af te branden? Nou, in de eerste plaats moet u een kritisch artikel niet zien als de kritiek van wie dan ook op mij. Er zijn ook veel mensen die de kritiek niet hebben. Ik zit in een positie die je moeilijk zonder kleerscheuren kunt vervullen. En ik doe mijn best. En de mensen zullen straks een oordeel daarover uitspreken. En dan zullen er uit enquêtes die dan wel relevant zijn, zal blijken hoe dat oordeel over mij gevallen is. Dus, in ieder geval is het... Ja. Ja? Nou, mijn vraag was namelijk of u denkt dat het partijpolitiek is ingestoken in de kritiek. Maar ik wil wel preciezer zijn of u denkt dat bijvoorbeeld de VVD en Bolkestein dat insteken omdat ze op zoek zijn naar D66-kiezers. Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet wie dat insteekt. En partijpolitieke en niet eens van een bepaalde partij bijzonder kunnen daar een rol in spelen. Maar ik denk dat niet. Het is vervelend als zo'n artikel verschijnt. Het is ook vernederend, omdat het is niet inhoudelijk, het is anoniem. Het is modder. Maar je komt er overheen. Ik leer dat. Aan het eind van mijn carrière leer ik het veel beter met die dingen omspringen dan ik vroeger kon. Hoezo, het eind van uw carrière? Ja, nou ja, laat ik zo zeggen. Het zou raar zijn om over het begin van mijn carrière te spreken. Ik bedoel... Nee, maar dit gesprek ging een beetje over het einde. Aan het einde. Nee. Vat het vooral niet zo al te letterlijk op. U doet het gewoon weer, hè? Dan moet u het mee doen, ik doe het er ook mee. U doet het gewoon weer, zei ik. Oh, ja, dan weet u meer dan ik. Maar het is niet uitgesloten.